Goedemiddag, dames en heren, meisjes en jongens. De paasdienst waar u zo dadelijk naar kunt kijken en luisteren is een gezamenlijke dienst van de remonstrantse, doopsgezinde en vrijzinnig hervormde gemeente van Amersfoort. De kantorij zingt onder leiding van kantororganist Willem van Twillert. De liederen worden ondertiteld en de gehele dienst kunt u volgen via teletekstpagina 888. Welkom u allen hier in de Johanneskerk en hartelijk welkom voor u die deze paasdienst met ons meeviert. Het goede bericht over de levende brengt ons hier samen en roept ons op in zijn geest te leven. Bijvoorbeeld door persoonlijk contact te leggen met vluchtelingen in het voormalige Joegoslavië. Tijdens een actie in twee supermarkten hebben we het winkelende publiek gevraagd extra boodschappen te doen. Dat was niet te veel gevraagd. Met deze boodschappen was het mogelijk om de inhoud van de dozen af te stemmen op de persoonlijke behoeften van de vluchtelingen. Zo brachten enkele van ons 73 dozen voorzien van naam en adres naar een vluchtelingenkamp bij Makarska. Makarska, een stadje aan de Adriatische Zee tussen Split en Dubrovnik. Maar daarover straks meer. Kaarsrecht. Teken van het recht dat gij doet. Licht, teken van de genade die gij verspreidt. Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die niet laat varen het werk zijner handen, maar die trouw houdt tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. U mag gaan zitten. Is waarlijk opgestaan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Laat ons samen bidden. Eeuwige en barmhartige, laat ons uw woord lezen en horen. Laat ons uw woord naleven en gehoor geven. Laat ons zo uw woord doorgeven. Amen. Thank you.
Gemeente, we lezen het Paasevangelie uit het Evangelie van Johannes uit het 20e hoofdstuk vanaf vers 1. En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. Ijlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel die Jezus lief had en zei tot hen, zij hebben de Heer weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel en zij begaven zich naar het graf. En die twee liepen samen snel voort. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerst aan het graf. En zich vooroverbuigende zag hij de linnen windsels liggen. Hij ging echter niet naar binnen. Simon Petrus dan kwam ook, hem volgende. En hij ging het graf binnen en zag de windsels liggen. Maar de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de windsels liggen, doch opgerold, terzijde, op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel die het eerst aan het graf gekomen was naar binnen en hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. En Maria stond buiten dicht bij het graf, wenende. En terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf. En zij zag twee engelen zitten, in witte klederen, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En zij zeiden tot haar, vrouw, waarom weent gij? En zij zeiden tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot haar, vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende dat het de hovenier was en zeide tot hem, Heer, als gij hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd. En ik zal hem wegnemen. En Jezus zeide tot haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws, Rabuni, dat wil zeggen meester. En Jezus zeide tot haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen dat zij de Heere had gezien en dat hij haar dit gezegd had. Thank you.
zoals ik hier nu redelijk stil sta, is eigenlijk in tegenspraak met het kernwoord uit het gelezen gedeelte, namelijk beweging. Straks zal op verschillende manieren beweging aan de orde komen. Nu staan we eerst even letterlijk en figuurlijk stil bij Johannes 20. Het gelezen tekstgedeelte hebben we met een aantal vrouwen in onze gemeente voorbereid die zich al enige tijd in de feministische theologie verdiepen. En het is heel boeiend om te ervaren hoe verschillend de tekst op ieder van ons overkomt. En zo zal het u waarschijnlijk ook vergaan. Voor sommigen is deze tekst misschien overbekend, dat je nauwelijks meer bij de betekenis stilstaat. Voor anderen zijn het mogelijk onbekende woorden over een vreemde gebeurtenis. Maria van Magdala, wie was zij? Een vrouw uit het vissersdorp Magdala, bij wie Jezus 7 duivels had uitgedreven in de tijd. Van angst en chaos was zij genezen. Ze werd een geheeld mens en trok met Jezus mee. Nu gaat ze in het donker naar het graf en ontdekt dat de steen weg is. Snel gaat ze terug naar Petrus en de andere discipel en zij gaan met haar mee en ze zien de windsels liggen, maar het graf is leeg. De leerlingen gaan terug naar huis, maar Maria blijft, vasthoudend. Ze buigt zich voorover en ziet 2 engelen zitten. En in een commentaar las ik bij de tekst: Maria herkende de boodschappers niet. Ze ziet hen niet als figuren die haar kunnen helpen. En een spannende gedachte vind ik hierbij in hoeverre wij, boodschappers van God, in onze tijd herkennen. En dan ziet ze de hovenier. Associatie naar Genesis, tuin, hof van Eden. Als hij haar naam noemt, herkent ze hem direct. Het gekend zijn bij een naam is kennelijk van groot belang. Neeltje Maria Min begint haar gedicht Mijn diepste naam als volgt: Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Geborgenheid heeft met gekend zijn te maken. Ook Lazarus en Petrus worden bij hun naam genoemd verder in het Johannesevangelie. En het blijkt steeds te maken te hebben met het uitleiden uit een doodlopend bestaan. Er worden nieuwe mogelijkheden aangereikt. Rabuni, meester betekent het. Zo spreekt leerling Maria hem aan. Ze mag Jezus niet vasthouden, zijn plan niet tegenhouden. Zoek geen houvast bij mij. Het is zo begrijpelijk dat ze dat wel wil, net nu ze hem heeft teruggevonden na al haar inspanningen. Ze wordt ook nu opnieuw geheeld, genezen, namelijk van het idee dat ze Jezus voor zichzelf wil houden. Het gaat niet om Jezus, maar om God, de eeuwige. Genezen, loskomen van jezelf naar de ander toe. En u heeft waarschijnlijk die mobiel al zien hangen. Daarin hebben we iets van onze gedachten proberen te verbeelden. Een mobiel vol van beweging, maar toch in evenwicht. En misschien moeten we even hard blazen om hem in beweging te krijgen. U ziet overal woorden staan rondom de centrale thema's uit dit verhaal. Licht, donker, vasthouden, loslaten, stilstand en beweging. We hebben positieve en negatieve associaties bij deze woorden opgeschreven. Bijvoorbeeld bij het woord beweging hebben we gezet op weggaan, soepel, maar ook rusteloos en gespannen. En bij stilstand rustig, evenwicht, maar ook starheid en stagnatie. En star bijvoorbeeld moet Maria niet zijn. Als zij Jezus niet langer vasthoudt, dan zal ze zelf ook verder kunnen. Ze krijgt een opdracht. Ga naar mijn broeders en zusters en boodschapt hen dat ik ga naar mijn vader en jullie vader, naar mijn God en jullie God. Maria zal het redden met de hulp van de geest die komende is. Ze is een bijzonder apostel. Zoals we gezongen hebben, ze heeft als eerste het teken begrepen dat leven met liefde en recht niet vergaat. Ze heeft besloten tot opstaan en spreken. Maria van Magdala, vrouw van formaat. Klamp je niet langer aan mij vast. Durf zelf het leven aan. Vertrouwen in de mens
zij zal het wel redden. De vasthoudendheid van Maria wordt beloond met inzicht. We krijgen een vermoeden van waarheid. Een glimp die oplicht, zien soms even. Maar ook weer los kunnen laten en op weg gaan. En we kunnen ons afvragen hoe vasthoudend we zelf zijn. Zijn we op zoek naar zekerheden? En kunnen en willen we die dan ook weer loslaten om zo Gods plan meer ruimte te bieden? En toen we tenslotte in onze groep probeerden de kern van het verhaal te noemen, kwamen er wisselende reacties. Onder andere, zou je het verhaal als rouwproces kunnen lezen? Raak me niet aan, je moet verder zonder mij, je moet in evenwicht komen. Of Maria was gek van verdriet en door het roepen van haar naam is ze weer iemand. Ze heeft een roeping. En zoals Maria geroepen werd, kan ieder geroepen worden. Toen en nu. Vanuit de chaos van het verdriet is er weer orde mogelijk. En misschien moet je wel eerst in die chaos zitten om verder te kunnen. Centrale woorden, trouw, rouw, beweging en zien. Zien in de betekenis van inzicht krijgen. En wij voelden ons aangesproken door een variatie op een lied van Huub Oosterhuis. Blijf niet staren op wat vroeger was. Kijk niet om naar het verleden. Ik, zegt zij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen. Merk je het niet? Om niet alleen woorden te horen en te zien, hebben we onderaan de mobiel 4 reproducties van kunstwerken afgebeeld. En het is de moeite waard daar straks nog even langs te lopen en het goed te bekijken. Stilstand in de sneeuw, de beweging van kleurige vliegers, de angst van de mens en de bescherming onderweg komen erin uit. Voor ons gaat er kracht van uit door er naar te kijken. En hopelijk kunt u daar ook iets van ervaren. Zo willen we ook zelf proberen gestalte te geven aan Gods opdracht. Elkaar in evenwicht te houden met vallen en opstaan in deze onstuimige wereld. De ander tot haar en zijn recht te laten komen. In beweging te blijven tot er rust en gerechtigheid is. Voor ieder. De 7e dag. Amen.
Lieve mensen, bijna elke dag horen we over voormalig Joegoslavië. We lezen de krant. We luisteren naar de radio. We kijken naar het nieuws op de tv. De berichtgeving over de ellende komt als golven over ons heen. En we voelen ons lam geslagen. Kenmerk van deze berichtgeving is dat het meestal anoniem is. En bovenal dat het zogenaamde nieuwswaarde heeft. Als het nieuwtje eraf is, is de waarde weg. 5 cent per kilo oud papier, als je geluk hebt. Wij hier in Amersfoort hebben contact met Markaska. De mensen uit dat stadje bij de Adriatische Zee zijn niet anoniem. Wij kennen hun naam en zien hun gezichten op video en op foto's in ons kerkblad. Mensen uit onze gemeente ontmoeten hen in levende lijven. Eigenlijk hebben wij onze eigen persdienst met Markaska. Kostbare verhalen over persoonlijke problemen, over delen, over gastvrijheid worden uitgewisseld. Tussen Markaska en Amersfoort is een beweging ontstaan. Beeld van die beweging zou misschien een autoband kunnen zijn. Beeld van vervoer, van transport, hulpgoederen, wederopbouw van een brug bij Zadar. Beeld van een band, een stedenband. Rollen, rollen van een steen, een leeg graf. Jongeren uit onze gemeente hebben vannacht, de paasnacht, gewaakt. De paaskaas bleef branden, hun ogen geopend. Er is vannacht hard gewerkt. Zo hebben we onder andere 10 kruiswegstaties geschilderd. Een beeldverhaal over het lijden van Jezus. Het resultaat van dat werken hangt achter in de kerk. Die kruiswegstaties, dat beeldverhaal maakten we omdat we wilden laten zien dat Goede Vrijdag en Pasen ook een eigen band kennen. Een band die in de gemeente zichtbaar kan worden. Als namen gaan klinken, als groeten worden gedaan en als banden gaan rollen. Misschien een klein teken van hoop. Misschien vandaag al een heel klein beetje Pinksteren. We willen eerst het paaslicht verspreiden. Niels en Wieke, willen jullie dat voor ons doen?
En zo zit dat dan. Amersfoort moet een beetje ondersteund worden. Maar Casca redt zichzelf, zo u ziet. We hebben gezien en gehoord hoe Gods geest mensen in beweging zet. We hebben gezien en gehoord hoe mensen daardoor een naam krijgen en een gezicht. Ik heb u verteld dat er deze nacht hard gewerkt is aan die 10 kruiswegstaties. Toen we met de voorbereidingen daarvan gisteren bezig waren, hebben we elke statie een thema gegeven. Arrestatie, proces, verloochening, verraad, Pilatus, spot, kruis, duister, verlaten, dood. Het drong toen opnieuw tot mij door hoe actueel die thema's zijn. Alexandra Breukink, die de nacht door het maken van die staties heeft begeleid, vroeg mij: moet het alleen over ex-Joegoslavië gaan of mag het ook over andere onderwerpen gaan? Die vraag heeft me niet losgelaten. En ik dacht, doordenkende op die vraag: God geeft niet alleen mensen een naam en een gezicht. God geeft ook zichzelf een naam en een gezicht. Telkens opnieuw. Telkens onverwacht. Telkens anders. God zet niet alleen een beweging in gang, maar God neemt aan die beweging deel. Het is ook Gods arrestatie, Gods proces, Gods verlatenheid, Gods dood. Pasen betekent dan voor mij die beweging waarin mensen een naam krijgen en een gezicht. Die beweging waarin God een naam heeft en een gezicht. Die beweging is niet te stuiten. Niet te stuiten door de muren van een gevangeniscel. Niet te stuiten door de grenzen van een land. Niet te stuiten door de dood. Lieve mensen, ik denk dat de Bijbel dat bedoelt als ze spreekt over God die was, God die is en God die zal zijn. Amen.
We zijn bij Hotel Aurora, waar vluchtelingen uit Bosnië al 2 jaar wonen. Zij hadden gevraagd om melkpoeder, medicijnen, schoolspullen, speelgoed en muziekinstrumenten. De vrouw aan wie ik de gitaar geef, heet Nada Matovic. Zij is psychotherapeut en zij weet dat kinderen meer nodig hebben dan brood en melk alleen. Ze schreef ons: we hebben speelgoed en muziekinstrumenten nodig. Because we want to stay normal. We willen normaal, of liever gezegd gezond blijven. Natuurlijk zat er in de rozen ook iets lekkers voor de kinderen. Dankeschön. Nada bedankt ons op haar eigen wijze. Het valt niet mee om alleen maar dankjewel te moeten zeggen. In de week dat we in Makassar waren, konden wij de hele tijd dankjewel zeggen. Want we werden enorm gastvrij ontvangen. Alles wat er gedeeld kon worden, werd met ons gedeeld. Wat dat betreft waren de gezamenlijke maaltijden hoogtepunten. We luisterden naar hun verhalen, deelden hun verdriet om verre of verloren familieleden en kwamen zo echt in contact met elkaar. Dat contact vonden ze haast nog belangrijker dan de materiële hulp. Ons contact komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Vorig jaar januari hebben we gewerkt als vrijwilliger in een kamp in Makassar. In de zomer hadden we 12 jongeren uitgenodigd om naar Nederland te komen. Maar juist op het moment dat ze opgehaald werden, werd het kamp ontruimd en moesten ze verder vluchten naar Pakistan. Met de kleine groep die achterbleef en bij particulieren werd ondergebracht, werd het contact voortgezet. Voor hen en hun gastgezinnen waren de 73 dozen bestemd. Larissa, zelf vluchtelinge, heeft samen met een andere vrouw, Azra, uitgezocht wat er in elk gezin nodig was. Met Larissa ben ik meegegaan om 1 doos helemaal te volgen. En dat zullen we zo meteen zien. Eerst nog iets over haarzelf. Larissa is gevlucht uit Tuzla 2 jaar geleden, samen met haar 3 kleine kinderen, onder wie een tweeling van nog geen half jaar. Haar man is specialist in het ziekenhuis in Tuzla. Hij bleef achter in het oorlogsgebied. Ze maakten een heel bewuste keuze om niet met z'n allen het land te verlaten. Hij wil juist nu voor zijn zieken blijven zorgen. 1 keer per week hebben ze contact met elkaar via een krakende amateurzender. De kleine kinderen zijn vaak ziek geweest. Van Larissa's baan als lerares Engels is niet veel over. Het leven bestaat nu uit wachten en overleven. En toch is ze blij dat ze in Makassar is. Het is hier veilig. En ze is hier veilig met haar kinderen. En soms kan ze zelfs genieten van de zee en het schone strand. En ze zei me: de stenen hier zijn wit. In Tuzla zijn de lucht en de stenen zwart. Maar daarover straks meer. Nu gaan we naar de dozen kijken. Alle dozen worden gesorteerd op nummer. Het jongetje loopt keurig om het aardbeientuintje heen.
verschillende middelen van transport worden aangewend om de doos naar huis te brengen. Die met het rode witte truitje is de dochter van Larissa. She's the one with the six daughters. The woman who is putting her. Yes. And this is Larissa. Why? We volgen haar naar haar huis. This is for you. Now we are going to find something for Mina. This is for Mina. Thank you. That's this one. This is for you. This is for you. And this is for Dina. Thank you very much. Voor de oudste dochter was dat schrijfblok het belangrijkste wat er in de doos zat. En dat was 5 kilo suiker. Die gaat verder naar mensen die het slechter hebben. In gebieden waar wij niet kunnen komen. This is from children, for friends from another school. Dina. Dina, pokaž javo. Mama, dajte mi tu mas, sam donesi mas. Ja si dajte Fino drži, gledajte. Mama, jedna riba sad je bol. Pa ne imam. Zato što živi kod bola. Oj, da mi je. Deze stenen heb ik meegenomen van het strand van Makassar. Als je uit de verte kijkt, lijken stenen op het strand allemaal op elkaar. Maar als je ze van dichtbij bekijkt, zijn ze allemaal verschillend van kleur en vorm. Als je naar vluchtelingen kijkt op de televisie, lijken ze op elkaar. Maar als je contact met ze maakt, als je naar ze luistert, als je ze aanraakt, hebben ze allemaal hun eigen verhaal. Voor iedereen in de kerk heb ik een steentje meegenomen. Verschillend van kleur, verschillend van vorm. Een steentje om contact mee te maken, om te voelen. En straks helpen de kinderen om ze uit te delen. Ja? Gemeente, laat ons samen bidden het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. Los ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Amen.
en zusters, voordat wij naar huis gaan, doe ik nog twee mededelingen over twee collectes. Straks bij de uitgang is de eerste collecte voor de Stichting Contact Amersfoort-Makarska en de tweede collecte voor onze eigen gemeente. Ontvang dan thans de zegen des Heren. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. U heeft gekeken en geluisterd naar de paasdienst vanuit de Johanneskerk in Amersfoort.